Hey, goedemiddag. Op deze internationale mannendag kan ik natuurlijk niet achterwege blijven. Dus ik ben weer even lekker de duinen in getrokken. En ik ga dus deze trap even beklimmen. Die is wel bekend voor de mannen waarmee ik een keer wandelingen heb gemaakt. Of wandelcoaching heb gedaan. Want ik ga altijd deze trap op. En dat vind ik gewoon mooi om dat als startpunt te nemen van de reis. Want dat is een wandeling zie ik als een kleine reis naar mezelf. En waar het nu vandaag om gaat, Internationale Mannendag, is om even stil te staan bij wat man zijn nu voor mij inhoudt. Deze dag, ik meen dat dat al jaren bestaat. Nooit van het bestaan geweten tot ik dat vandaag ontdekte. En het is misschien ook wel goed om eens een keer stil te staan bij wat ik nu daadwerkelijk voel en ervaar bij man zijn. Ook omdat ik natuurlijk specifiek voor de doelgroep mannen heb gekozen om te coachen, om trainingen voor te maken. Is het mooi voor mezelf om daar even bij stil te staan. En om ook even heerlijk in deze zon te mogen ervaren. En voelen wat het voor mij is. En voor jou als kijker. En ook als je als vrouw dit filmpje ziet. Ook mooi om bij dit moment stil te staan. Wat de man in jouw leven betekent. En welke rol de man in jouw leven heeft. En ik loop meteen even een stukje die kant op. Ik zie in mijn ooghoek een knuffelend stelletje. Een man en een vrouw. Dus die laat ik gewoon even hun gang gaan. Kijk je voor over het bewoonde deel van Schorel, een groot deel van het polderlandschap. En dit is eigenlijk het beginpunt van de duinen. En dan denk ik ook gelijk aan ja, beginpunt of eindpunt. Waar begint het man zijn eigenlijk? En hoe voelt dat voor mij? Ik geloof dat een man, de mannelijke energie, iets heel moois heeft te brengen in deze wereld. Maar wat maakt een man nu wezenlijk anders dan een vrouw? En wat maakt je authentiek? Authentiek is echt zo'n mooi modewoord en ik gebruik het zelf ook. En het is een woord dat mij zelf ook mateloos heeft geïrriteerd in mijn leven. Dat is dikwijls, dat is al jaren terug, vaker tegen me gezegd, ook in sollicitatieprocedures. Dat ik dan werd afgewezen voor een bepaalde functie. En dat er dan gezegd werd, ja, we missen eigenlijk een beetje de echte Sander. Wie is de Sander? We missen authenticiteit. In sollicitatiegesprekken, ja, je gaf precies de antwoorden waar we op hoopten. Antwoorden die we nodig hadden. Je hebt het volledig in beeld wat er van je verwacht wordt en wat jouw rol daarin is. Maar het lijkt too good to be true, om het zomaar te zeggen. En dat was dan iedere keer, meerdere malen achtereenvolgens, voor leidinggevende functies een reden dat ik werd afgewezen. Omdat ze dus vonden dat ik eigenlijk wel de juiste antwoorden gaf. Misschien wel vanuit mijn verstand beredeneerd. Wie zou het zeggen? Maar dat ze
toch ergens voelde, of misschien een bepaalde irritatie, voelde van hé, maar het klopt niet helemaal. En dat heeft me heel veel pijn gedaan. Iedere keer weer die afwijzingen. Ook omdat dat is iets was wat ik al jaren, waar ik al jaren tegenaan liep, omdat ik niet geaccepteerd werd op mijn nieuwe basisschool. Toen ik op mijn 9e verhuisde, dat iedereen anders naar me keek, me anders vond. Dat niemand echt grip had op wie is Sander nu eigenlijk. En dat hoorde ik dan jaren later, dus ook in sollicitaties of in andere situaties, nog steeds. En soms, nu nog steeds, dat er mensen zijn, ja, maar we missen echt wie je echt bent. Maar dan denk ik, en dan kan ik me soms zo irriteren en dan kan ik zelfs boos worden. Omdat ik dan denk van, ja maar hallo, kijk eens even uit je doppen, want dit is wie ik ben. En dan word ik gewoon echt heel kwaad. Dan denk ik van, hoe hard moet ik nu nog vechten om mezelf te laten zien? En nou ja, in 2014 liep ik tegen een burn-out aan. En ja, heel veel speelde mee. Ook dat ik gewoon echt te veel hooi op me vork nam. Studie, gezin, fulltime baan. En dat werd me allemaal te veel. Maar dat kwam eigenlijk ook omdat ik in die tijd ook heel erg zoekende was naar wie ben ik nu eigenlijk. En vanaf het moment dat ik echt helemaal instortte, wist ik ook zeker van ja, maar nou moet ik toch echt iets gaan veranderen aan mijn leven. Nu is het echt menens. En nu moet ik ook echt stoppen met zoeken. Want iedereen zegt ook maar, ja, wie ben je? Dat zijn gewoon die vragen, hè? Wie ben je in essentie? En ik ben ook iemand die mensen of mannen helpt om op zoek te gaan naar hun essentie. Maar wat is dat dan eigenlijk? En moet je zoeken? Ik geloof namelijk niet dat het zoeken is. Want bij mij is het pas gaan stromen toen ik stopte met zoeken. Toen ik dacht, ja, maar zoeken heeft geen zin. Want zoeken houdt me eigenlijk alleen maar weg bij wie ik ben. Want dit ben ik al. Ik ben er gewoon al en ik ben wie ik ben. Het enige wat ik hoef te doen is mezelf te accepteren zoals ik ben. En zelf volledig omarmen wie ik in essentie ben. Dat dit is wie ik ben. Dus dat ik ook kan accepteren en mag accepteren dat er mensen zijn, en heel veel mensen zelfs, zijn die mij nooit zullen begrijpen. Die altijd zullen denken van, ja maar wie is Sander nu eigenlijk? Wat kan ik met hem? Hoe moet ik hem benaderen? Of wie is hij nu eigenlijk? Omdat ze het niet zien. Want de ene keer gaat hij die kant op, de andere keer gaat hij die kant op. Wat wil hij nou eigenlijk? Wie is hij nu echt? Ja, maar zo ben ik. Ik ben iemand die van hot naar her springt. Ik ben iemand die altijd in beweging is en altijd bezig is. En soms ook wel te veel. Dat realiseer ik me nu ook wel. Dat ik soms ook even de boel moet laten. Ik heb vandaag ook eerlijk gezegd heel weinig gewerkt. Ik heb gewoon echt even de tijd genomen. Ook mijn vrouw was ook een keer thuis. En we hebben gewoon lekker stom zitten Netflix of nee, Videoland een serie zitten kijken. Heel, ja, burgerlijk. Maar heerlijk. Ik had eerst even gesport en daarna lekker op de bank gaan hangen. Om 12 uur ging ik pas douchen. En begon de dag eigenlijk pas. En dat moet ook gewoon af en toe eens kunnen. Gewoon heerlijk. En dan denk ik ook van, ja, maar wie ben ik als man? En iedere man heeft zijn onzekerheden. Ik denk dat een echte man, de echte man, dat is niet in woorden uit te drukken, maar dat is iemand die alles er laat zijn. Alles. Alles wat er in zich huist eigenlijk. Ook zijn onzekerheden, zijn kwetsbaarheid, zijn angsten. Dat alles boven tafel mag komen.
dat alles er gewoon mag zijn. Dus dan mag je ook soms denken van, ben ik eigenlijk wel een goede vader? Want je wil voor je kinderen, ik heb 2 zoons, wil je gewoon een goede vader zijn. En soms twijfel ik ook, ben ik dat wel? Gisteren was ik ook heel kwaad op mijn oudste. Echt de boel bij elkaar geschreeuwd, echt vanuit boosheid. Hij was gewoon echt zo... Soms kan hij gewoon het bloed onder mijn nagels vandaan halen. Maar dan is het ook natuurlijk iets wat er in mij uit mag. Dat weet ik ook wel. En deze tijd met Sinterklaas in aantocht is gewoon kut. Laten we dat voorop stellen. Dat mag ik ook gewoon zeggen. Want de kinderen zijn hooidruk. Ze zijn voor dag aan dauw al wakker op een zondagmorgen omdat ze hun schoen gezet hebben en willen weten wat erin zit. Ja, en wij doen er natuurlijk aan mee. Maar dat is, ja, en dat heeft ook wel weer iets. Maar ze zijn zo onrustig, zo druk. En dan ben je blij op een zondagavond dat ze eindelijk weer op bed liggen. En dan denk je ook na over van wat heb ik nou gedaan. Omdat we gingen gistermiddag even naar de Zaanse Schans. Niet op zaterdag tijdens de intocht, want daar was de intocht van de landelijke Sinterklaas. We zijn gisteren even gegaan. Ook even kijken, ja, hartstikke leuk natuurlijk, maar mijn oudste wilde niet mee. En die vindt ook gewoon die drukte, daar heeft hij moeite mee. En hij sloot zich op in de wc. En nu kan ik mezelf ook nog wel herinneren dat er momenten waren in mijn verleden dat ik ook ergens iets niet wilde. En dat ik me ook opsloot in de wc. Uiteindelijk is hij meegegaan en hij vond het hartstikke leuk. Maar, en ik was kwaad. En mijn vrouw ook. Ik denk van ja, 3 straten verderop hadden ze me waarschijnlijk gehoord. En dan denk ik van, oh mijn god, wat heb ik nou weer gedaan? Die boosheid. Straks hebben mijn kinderen een trauma. En ik wil juist een goede vader zijn. Ik wil juist dat ze later terugkijken van mijn vader was er. En dat vind ik ook gewoon heel geweldig. Dat ik in ja, wat ik nu doe, dat ik ook gewoon de ruimte heb om, om mijn kinderen naar school te brengen. En ze weer op te halen. En dat ik er dan ben en dat ze me om mijn armen vliegen en dat ze lekker willen stoeien. En dan denk ik ook weer van ja, toch ergens doe ik toch wel iets goed als vader. Maar, ja, en, maar twijfel heb je altijd. Ik geloof ook dat iedereen, iedere vader dat gewoon herkent. Of iedere moeder ook. Dat je onzekere momenten hebt en denkt van, oh mijn god. Zijn wij de enigen die dit meemaken? Of zijn wij de enigen die onzeker zijn? En voor de buitenwereld, maar net doen alsof het allemaal zo roze geur en maneschijn is. En soms is het ook gewoon echt zo. Want die kinderen die zijn soms buitenshuis of bij anderen zo voorbeeldig. Laatst hadden we ook een keer oppas. En wij gingen samen weg. En de oppas die zegt, ja, ze zijn gewoon 's avonds zelf naar bed gegaan. Ze hebben elkaar naar bed gebracht zonder morren en dit en dat. En de buurvrouw, dus de dochter van, of de, dus de moeder van het meisje dat oppaste, die zei ook van, oh, jullie kinderen zijn zo beleefd en zo aardig. Dan denk ik van, oh, gelukkig. Dat wordt dan zo gezien, maar ondertussen weten ze natuurlijk ook niet hoe erg het er soms aan toe kan gaan bij ons in huis. Maar goed, ik denk dan ook, want als ik dan soms ook wel eens met mannen, met vrouwen spreek over het ouderschap. En als je echt gewoon al die maskers eventjes afzet, dan heeft iedereen precies hetzelfde. En wil je voor de buitenwereld, wil je het misschien zo keurig mogelijk laten lijken. Van, bij ons thuis is alles in harmonie. Maar ja, dat, we weten natuurlijk allemaal dat dat niet zo is. Dus waarom zouden we dan nog dat verborgen houden? En zo is het natuurlijk met veel andere dingen nog meer. Dat je onzeker kan zijn over je functioneren binnen je werk, of doe je het wel goed, of heb ik wel de juiste baan, of een twijfel over, krijg ik alles wel voor elkaar, komt er voldoende inkomen binnen om te doen wat we willen doen, om op vakantie te gaan of iets dergelijks, om het gezin te onderhouden, om de hypotheek of de huur te betalen, ben ik een goede minnaar? Ben ik een goede partner, dan, ja,
Hoe ervaart mijn vrouw mij als man? Ben ik de man die zij hoopt te hebben in haar leven? Ze zegt soms wel eens gekscherend, van had ik maar een vuilnisman of een bouwvakker, dan was het overzichtelijk, dan was het duidelijk. Was het duidelijk hoe het ervoor stond, dan werk je van 7 tot 4 en dan ben je gewoon daarna weer thuis. En iedere maand komt je salaris keurig op je rekening. En nu ik met mijn missie bezig ben, is dat anders. Want daar komt niet iedere maand het bedrag binnen dat ik zou willen. En iedere keer is het soms ook weer een gevoel van onzekerheid. Van, gaat het me ooit eens lukken om daar echt helemaal volledig voor te leven. Zonder dat ik me daar zorgen om hoef te maken dat er geld binnenkomt. Want kijk, er komt geld binnen. Maar er gaat ook heel veel geld weer uit. Om alles draaiende te houden. En dan denk je soms ook van, waar ben ik mee bezig? En is dit dan echt mijn missie? Maar dan denk ik ook weer, en dan voel ik ook echt van, maar het hoort er ook allemaal bij, die onzekere momenten. Of dat je denkt van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Of zitten ze wel op me te wachten? En dat heeft denk ik ook wel te maken met hoe je jezelf ziet. Of je nu een man of een vrouw bent. Dat er twijfel kan zijn over, doe je het eigenlijk wel goed? En wie ben ik nu echt? En als je dan in de oppervlakte gaat, iedere keer gaat beredeneren van, wie ben ik? En wat ben ik? Of wat kan ik? Wat wil ik? Al die vragen meer. Ga je dan ook echt het antwoord vinden? Uiteindelijk vind je die antwoorden, maar het houdt je ook weer weg. Omdat je je volledig focust alleen op je mind. En het gaat ook om dat je leert voelen. En het helpt mij zo enorm. Als ik hier dan in de bossen loop. En het is ook geweldig. En dan vind ik het echt ook heel mooi om dan even een rondje te draaien. Zo door dit landschap. En lekker een beetje beschut. Is het zo heerlijk om hier te zijn. En om een paar keer per week ook hier te lopen. Met mannen die gecoacht willen worden. Die op zoek zijn ook naar heel veel dingen in hun leven. En ook inderdaad op zoek zijn naar wie ze nu daadwerkelijk zijn. En wat is nou een echte man? En dat gaat veel verder dan een top 10 samenstellen. Van maar dit is wat er onder een man valt. Dit. Dat is de rol. Nee, weet je, gooi dat allemaal weg. Want er zijn geen regels. Er zijn geen regels. Hoort een man te zijn. Als je dat nou eens even helemaal loslaat. Want dat voel ik nu ook als ik hier loop. Dat als ik dat... al die regels. Al die voorwaarden waar je dan aan moet voldoen. Hier is dat niet als ik hier loop. Dan ben ik in mijn eentje. Met alle bomen om me heen. Ik voel iedere dennennaald onder mijn schoenen. Hier zijn die regels niet. Want wat zijn nu daadwerkelijk de regels? Er zijn geen regels. Je mag het gewoon voelen. Daarom denk ik dat het kort kan zijn. Als we het hebben over man zijn. Dan is het gewoon alleen maar zijn. In alle vormen. Die er maar mogelijk zijn. Openstaan voor verrassingen. Openstaan voor alles wat er zich aandient. Alles er laten zijn. Gewoon alles. Je vreugde, je vrolijkheid, maar soms ook je boosheid, je kwaadheid. De irritatie mag er allemaal gewoon zijn. Je onzekerheid, dat mag er gewoon zijn. En dat maakt het juist, denk ik, heel mooi. Omdat je dan niet meer hoeft na te denken over van, maar wat kan ik? En aan welke regels moet ik me nu houden hier op aarde? Dat heb ik sowieso nooit begrepen. Dus waarom zou ik me dan houden aan allerlei
regels, want dat houdt me helemaal klem. Alsof ik dan geboeid ben. Geboeid is trouwens ook wel een heel leuk woord, want dat heeft natuurlijk ook zijn positieve betekenis. Geboeid zijn, iets boeiend vinden. Dat zegt natuurlijk ook iets over hoe erg geïnspireerd je door iets raakt. Maar dat boeiend, het woord zegt het al, want als je geïnspireerd bent, dan heb je dus de focus heb je daarop. Op datgene dat je, waar je dan even je passie op legt, of waar je je interesse in hebt en waar je inspiratie door krijgt. Maar dat houd je dus ook weer vast. Daarom noemen ze het dus ook geboeid zijn, omdat je even niks anders meer kan. En je focust je dus alleen maar op dat punt. Dus aan de ene kant is het juist goed om te focussen op dat ene punt, maar aan de andere kant beperkt het je ook weer, want je bent dus geboeid. Je zit vast aan dat beeld dat je voor je hebt. En als dat dus, als je dus even niet meer hoeft te focussen, dus je hoeft niet meer geboeid te zijn, wat mag er dan zijn? Soms denk ik ook van het leven is zo simpel. En aan de andere kant denk ik ook, ik maak het alleen maar weer moeilijker voor mezelf. En het enige wat er hoeft te zijn is het genieten. Ik hoef alleen maar te genieten hier eigenlijk. Ik hoef ook helemaal niet meer na te denken. Ik wil ook even niks meer zeggen. Dus sorry dat ik nu mijn mond ga houden. En ik ga gewoon nog even een paar minuutjes doorlopen. En geniet met me mee, zou ik zo zeggen. En voel. Fijne dag.